Ik ben Ryan Sanders, ik ben 19 jaar. Heb de opleiding gedaan marketing en communicatie bij MBO College Zuid. Ik ben bij Randstad terechtgekomen door middel van een workshop. En de eerste maand ging je eigenlijk voornamelijk stagewerkzaamheden doen. En dat waren dan contact hebben met de klant. En die dan lopen te screenen voor Randstad Co. Dat was namelijk het onderdeel waar ik stage liep. Nee, dat had ik eigenlijk niet verwacht dat ik bij Randstad stage kon lopen. Door middel van mijn doorzettingsvermogen heb ik ervoor gezorgd dat er erkenning werd aangevraagd, ook voor een mbo-student. En daardoor is het toch gelukt om er nog stage te kunnen lopen. Mijn naam is Michiel Beesbuska en ben inmiddels 5 jaar werkzaam voor Randstad Groep Nederland. We hebben nog niet eerder hier een mbo-stagiaire gehad. Dit was echt de eerste keer. Ik had daar niet per se heel veel ideeën over, behalve dat het iets meer hbo's moeten vaak onderzoek doen. Wat heel fijn kan zijn, maar niet voor elk onderdeel binnen Randstad of elke functie handig is om te hebben. En voor onze functie ben je dit wat meer praktijkgericht. En ik denk zelf dat een mbo'er dat net zo goed zou kunnen doen als een hbo'er. Ik had voor mezelf wel een bepaald aantal doelen. Dat was voornamelijk over hoe je ervoor zorgt hoe marketing en communicatie eigenlijk echt in praktijk werkt. Daar was ik eigenlijk heel erg benieuwd naar, in plaats van dat je alleen maar gaat kijken naar het stof ervan. En ik was altijd erg slecht in plannen en dat soort dingen. En dat was eigenlijk ook wel mijn doel om met dat stage dat goed te kunnen leren. En dan voornamelijk ook op het vlak van marketing en communicatie. Hij was enthousiast om iets op te pakken, ging er volledig voor en liet gewoon zien dat hij dat kon. En dat was heel positief. Ik denk dat ik nog nooit ergens bij een bedrijf heb gezien dat je zo makkelijk begeleid werd in dingen qua stagewerkzaamheden. Als je dingen moest uit school, dan kon je vertellen, nou, kan ik in de ochtend er even aan of kan ik er in de middag aan. Dan kreeg je gewoon de hele ochtend om eraan te werken. Zodat je niet thuis veel dingen hoefde te doen. En als ik vragen had, kon ik ook bij ze terecht. De samenwerking met MBO College Zuid is eigenlijk hartstikke goed verlopen. We moesten dus nog de erkenning aanvragen, maar daar werden we gewoon heel goed in begeleid en is eigenlijk heel soepel gegaan. Ik heb van Ryan vooral zijn frisse blik veel van geleerd. Wij als Randstad Go richten ons heel erg op studenten en Ryan valt heel erg in die groep. En hij had heel veel ideeën over hoe die groep konden aanspreken, die mensen naar ons toe trekken, dus daar hebben we zeker veel aan gehad. Het lijkt allemaal heel groot en het lijkt allemaal heel serieus, maar dat valt echt allemaal wel mee. Dit is gewoon hetzelfde als je bij een kleiner kantoor werkt, wat allemaal erg informeel is bijvoorbeeld. Dat is hier bijna hetzelfde, het is alleen een stuk groter. Kut! Dat kan ik altijd kunnen.